se promener dans la rue. Comme ça se promener dans. Hier zijn we dan weer met Boekenpraat. En het gaat nu over het boek van Roel van Duin. Liefdesverdriet. Wie heeft het niet? Verdriet. Liefdesverdriet. Wie heeft het niet gehad? Wij noemden het vroeger lurvende. Maar ja, ik heb het boek gelezen en ik vond het nogal zwaar wat jij hebt meegemaakt. Maar uiteindelijk heb je het hele spektakel wat daarna gebeurt met de breuk, heb je zelf veroorzaakt. Ja, ik heb het zelf aan de gang gebracht doordat ik op een dag zei tegen mijn vriendin. Ik weet het niet meer. Ik moet dus een beetje afstand nemen. Laten we elkaar eens 4 maanden niet meer zien. Maar je hebt het eigenlijk dus, op een dag uitgegooid. Dus ga ergens logeren, heb ik gezegd. Ja, inderdaad. Ja. En daar kreeg ik een bijtende spijt van. Ja, maar pas na een paar maanden. Ja, 2 maanden, ja. Ja, maar weet je wat ik het punt vond? Kijk. Je zette haar eruit, of je zei ga een andere plek zoeken voor jezelf. Ja. Zij heeft in die maanden echt geprobeerd om weer bij jou te komen. Ja. Want ze was nog steeds ontzettend verliefd op je en ze wilde graag bij je zijn. Maar je reageerde nergens op. Nou ja, dat was de eerste maand. Maar ik denk de eerste maand probeerde zij dat inderdaad. En toen kwam er een kleine pauze. En toen ik tot de conclusie kwam dat het een ontzettend stomme zet van mij geweest was. Toen belde ik haar op en zij zei van ja, maar ik heb nu helemaal geen zin meer, want ik heb een mooie kamer en ik heb een andere vriend. Ze had dus, al een andere vriend ook al, ja, maar zo'n vrouw had zich hersteld. Die, ja. Kijk, je moet zo zien, vrouwen zitten anders in elkaar als mannen, hè. Dat is gewoon zo, dat is geuit genul van mij, maar het is wel zo. Kijk, als een vrouw het uitmaakt. Of zij was weggestuurd, dan gaat zij zich herstellen. Ja. Dus zij heeft in die maand, wat ik dus eruit begrijp, in die maand heeft zij zich heel gesterkt. Ja. He, ze was verdrietig, ze wilde je terug hebben, maar je reageerde niet. Nee. Andere man tegengekomen, verliefd geworden. En, en toen begon voor jou pas de rouwperiode. De pijn. En de pijn. Pijn, ja. Maar was het toch niet een beetje mannetjesgedrag van ik wil haar terug? Nee, dat kwam wel van diep, want mede. Nee, dat was het niet. Ik wilde haar echt terug, want ik had het gevoel van ja, zij is de ware en ik ben ontzaggelijk stom geweest. Ik ben super stom geweest. Maar je hebt jezelf ook verweten en zij jou dus ook eigenlijk. Jullie waren 7 jaar bij elkaar. Maar je hebt haar ontzettend op het voetstuk gezet. Ja. Je gaf haar allerlei koosnaampjes. Ja. Je hebt haar bijna doodgeknuffeld. En ik denk dat ze in die maand, dat ze zich ook heel bevrijd voelde. Vrouwen die het niet horen, denk oh, had ik maar zo'n man die dat deed. Nou, maar het is ook, dat weet ik niet of ze zich bevrijd voelde. Kijk, het is altijd heel moeilijk om te bedenken hoe een ander zich voelt. Maar zij schreef mij in elk geval dat ze me verschrikkelijk miste. En dat ik onvervangbaar was enzovoort. Maar ja, dat draaide dus ineens om. Net zo goed als mijn gevoel ineens omdraaide. Ja, maar dat duurde langer. Ja, nauwelijks. Het nam 6 weken in beslag, het hele proces. Ja. Het ging eigenlijk razendsnel. Maar goed, toen begon dus een martelende periode voor mij. Dat ik dacht, nou ja... Ze hield altijd van mij, dus waarom zou ik haar niet kunnen terugkrijgen? Ja. Maar ik beet mijn tanden erop stuk. En ik deed alles wat ik kon om haar aandacht te trekken, om haar te boeien. Ja. Ik stond midden in de nacht op en dan plakte ik briefjes, liefdesbriefjes op het zadel van haar fiets. Ja, en je zegt nog een keer, dat citeer ik je dan, van waarom komt ze wel dicht bij haar fiets en niet bij mij? Was ik zo mooi. Ze komt wel bij haar fiets, maar niet bij mij. Ja, ja, ja. Een gele fiets, hè? Het was een gele fiets. Ja, ja, ja. En als die fiets... En ik ging die fiets overal volgen. Ik ging naar het station toe om te kijken of die fiets er stond. Ik ging naar het huis van die minnaar van haar. Tenminste, wat ik veronderstelde. Maar je hebt hem nog gezien? Nee, maar ik had allerlei theorieën erover. Ik zat de hele dag te piekeren. Ja. Ja. En je had al gefantaseerd hoe... Je noemde hem K.
Ja, van klootzak. Dus ik liep de hele stad door om te kijken waar die fiets stond, overdag. En 's nachts stond die meestal voor haar huis en dan plakte ik de briefjes op. Ja. Nou ja, maar ja, het verwarrende was dat zij af en toe zei van ja, inderdaad, we moeten het misschien nog maar eens proberen. En laten we eens naar een relatietherapeut gaan. Ja. En dus ik had het idee van, nou, als ik maar serieus ben, dan komt die liefde weer terug. Maar ik moet wel volhouden. Maar ja, als ik nu dat boek weer lees, dan denk ik, ja, ik was gek. Wie was ik dat ik dat allemaal deed? Tegelijkertijd weet ik dat ik niet gek was. Want ja, als je dus echt van iemand houdt, dan, ja, nou ja, als je verliefd wordt, ben je ook zulke dingen. Ja, maar als je verliefd wordt en bent, en als iemand jou verlaat, dan komen die gevoelens natuurlijk heel sterk naar voren. En ook de goede, dan eigenlijk de leuke dingen. Dan ben je ook een beetje gek. Nou, verliefdheid maakt je gek. Nou ja, wat ik had, dat is een speciaal soort van liefdesverdriet. Namelijk woeging. Woeging. Ja, voor jezelf. Woeging dat ik zo stom was geweest om het uit te maken. Ja. Dat ik zelf de schuld was. Ja. En dat zij een beetje heilig was, omdat zij onschuldig was. Zij was weggejaagd. En dat zij een fantastisch poesje was, een gouden poesje. Ja. Dat ik alleen maar kon aanbidden in de hoop dat ze me ooit eens genade zou schenken. Ja. Ja, nou ja. En kijk, dat is het ergste soort van liefdesverdriet wat je kan hebben. Want kijk, als een ander je verraadt, gaat met een ander, gaat er vandoor, dan kan je nog eens goed kwaad worden. Ja. Godverdomme, slurrie. Ja, maar je hebt zelf gedaan. Dat, ja, maar ik had zelf gedaan. Ik zat de hele dag te zeggen, Roel, wat ben je toch een ontzettende sukkel. Dus je had een soort domme paal gepakt. Dus ik kreeg angst dat ik haar definitief zou verliezen. Ja. En die angst die speelt heel veel mensen met liefdesverdriet parten. De angst voor eenzaamheid. Eenzaamheid, iemand kwijtraken. Ja, maar ja. Is het dan niet beter zo, kijk, nu, jij bent nu liefdestherapeut, is het niet beter zo dat mensen bijvoorbeeld hun eigen leven hebben en niet eenzaam zijn, omdat ze gewoon van alles te doen hebben en een eenzaamheid zit dus in jezelf, want je kunt ook eenzaam zijn met een partner. Dat je allebei dus niet zo eenzaam in elkaar zit en als je dan bij elkaar komt, dan ben je ook niet bang dat iemand wegloopt omdat je dan eenzaam wordt, omdat je die eenzaamheid niet hebt. Dat is denk ik het beste. Ja, als je voldoende autonoom persoon bent. Ja, nee, maar als je denkt van alles wat erbij komt, dat zeg ik al tegen vrouwen. Dan is dat mooi, maar dat hoeft natuurlijk niet. Nee, het hoeft niet, maar ik denk dat tweezaamheid is op zichzelf ook oké. En in die tweezaamheid zit een soort van wederzijdse afhankelijkheid. Ja, die, dat vind ik dus eng. Ja, maar die hoort er wel bij. Die is een soort evenwicht wat je met z'n tweeën hebt. Ik ben in mijn eerste huwelijk, ik ben eerder getrouwd geweest. Ik ben nog nooit zo eenzaam geweest als in dat huwelijk, terwijl die man er altijd was. En nu woon ik niet samen. En ja, maar nu dat is dan jouw karakter. En het zou wel aan mij liggen. Ik had bijvoorbeeld een sterke voorkeur voor drama queens. Ja, dat was je moeder. Nee, dat was mijn moeder ook, ja. Ja. Dus zodra ik dacht van, dit is een persoon met emoties. Drama, ja. Ja, maar dan dacht ik, nou, dat is echt vrouwelijk. Ja, maar is het ook niet zo dat, wat ik heel vaak hoor, dan vallen ze op, bijvoorbeeld, maar ik zeg maar heel iets eenvoudigs, op een man die heel goed gitaar kan spelen. Mm-hmm. En later dan vinden ze dat niet meer leuk. Dan is juist waar ze op gevallen zijn, dan haten ze. Omdat hij er altijd mee bezig is. Ja. En dat die gitaar tussen hun ik vond het dus op den duur ook niet leuk meer dat zij dat dramatische element had. Ja, dat, en daar was je toch wel op gevallen. Ja, terwijl ik daar wel op gevallen was. Ja. Nummer hieronder. Kun je bellen of je kunt sms'en of whatever. Je kunt ook een mailtje schrijven. Dus ik zou heel graag willen dat we de volgende keer hier iemand op de bank hadden zitten die daarover wil praten. Ja. En wat zou je nog daaraan toe willen voegen? Dan kan ik proberen te helpen
om eruit te komen, ten eerste een antwoord te geven op de vraag van waarom ben je hier eigenlijk in terecht gekomen en ten tweede concrete adviezen over hoe je weer gelukkig kan worden. Ja. Ja. Nou, wil je weer gelukkig worden? Mailen, bellen. Het is nog steeds te koop in de winkel, toch? Ja, en anders, maar het kan ook bij jou kopen. Anders bij mijzelf, ja. Dus je kunt ook als je in therapie gaat, of je belt, dan je wilt, met het boek, dan bel je even dat je het boek ook wil hebben. Op mijn website, Roef en Duin, apenstaartje, liefdesverdriet. Dat zal ik allemaal in beeld brengen straks. Punt info, ja, ja. Ja. Dus het komt allemaal in beeld en dan kun je dus het boek ook bestellen. Denk je bij jezelf van ja, ik heb nu zoveel zin om voor die tv te staan, ik wil eerst dat boek lezen. Nou, bestel je eerst het boek. Is ook goed. Dan kom je al goed beslagen te ijs. Dan weet je ook al heel veel over hem. Ja. Oké, nou, tot de volgende keer. Doei. Tot de volgende keer. Geluk.